is er niet een terrasje. Een terrasje dat je aankomt lopen en het is zo'n heerlijke nazomeravond waarvan we er zoveel gehad hebben in september en zo. Heerlijk. 20 graden, windstil. En je komt aanlopen en er is nog één tafeltje vrij. En je gaat zitten, groot terras, druk. En je ziet de serveerster staan en je doet zo van, en ze knikt van, ik kom zo bij. En ze komt ook. En ze vraagt, wat kan ik voor je doen? En je zegt van, nou, ik wil graag een ijskoude rosé en iets te eten. Dus even later komt ze met een ijskoude rosé en echt koud, hè? Het water parelt er aan de buitenkant vanaf. En ze geeft de kaart en je ziet meteen staan de salade Niçoise. Dat is je favoriete salade. Met een ansjovisje erin, weet je. Dan proef je de zee. En even later komt ze terug, weet je. Je bent halverwege je glas, een kwartiertje later. En je zegt van, nou, ik wil graag de salade Niçoise. En brengt u daar maar meteen nog een rosé bij. Die is wel op tegen de tijd dat u komt. En inderdaad, je neemt net je laatste slokje van je rosé. En dan komt ze. Met een prachtige salade Niçoise. En een verse rosé. En ze loopt weg. En op het moment dat ze wegloopt, bedenk je opeens, mayonaise. Ik wil er mayonaise bij. En je draait je om en ze is al drie tafeltjes verder en je roept, sorry, maar heeft ook mayonaise? En ze doet niet alsof ze je niet gehoord heeft. Nee, ze zegt, ja natuurlijk meneer, we hebben eigen gemaakte. Ik kom het zo bijbrengen. En je neemt een slokje van je rosé en je knabbelt wat aan het ansjovisje. En je wil eigenlijk beginnen aan je salade en daar is ze. En dat is zo'n klein bakje met eigen gemaakte mayonaise. Niet na een half uur, als de salade al op is. Sorry meneer, maar het is zo druk hè. Laat maar. En je pakt een stukje ei en je doopt het erin. En goddelijk, hè? Perfecte mayonaise. En je eet de salade op en je geniet van je rosé. En een half uur later komt ze langs en ze ruimt je tafel af. Met een routine gedaan, met zo'n nat doekje, maakt ze even je tafeltje schoon. En ze gaat er nog even met een droog doekje achteraan. Dat je niet met je armen in die natte hap zit. Ze is goed, hè? En ze vraagt, wilt u nog iets? En je hebt eigenlijk niet zo heel veel tijd, je hebt nog een afspraak. Maar ze hebben een Illy-koffie. Dat vind je de lekkerste koffie die er is. Dus je zegt, nou, ik wil graag een... kopje koffie. Maar ik heb niet zo heel veel tijd. En ze loopt weg. En even later zie je er over het terras lopen met een groot dienblad vol met bier, cola. En ze komt eerst naar jou toe. Warme drankjes eerst. Niet eerst iedereen een ijskoud biertje en jij een pislauwe ili. En je pakt het kopje beter. Zoals het kopje is heet. Dat hebben ze eventjes voorverwarmd van tevoren, zoals het hoort. En je pakt het kopje en je ruikt eraan. Man, en je neemt een slokje en hij brandt naar binnen. En je zit tegen geluk aan, hè. Je zit tegen geluk aan. Wat voedsel soms met je kan doen. Dat je verliefd kan worden door voedsel. En je bent klaar, je wil afrekenen. Je ziet er staan. Je doet even zo dat je wil afrekenen. En ze knikt. En ze komt naar je toe. Ze hoeft niet eerst naar binnen om een of ander ingewikkeld dingetje te halen of een bonnetje. Nee. Ze komt naar je toe. En ze heeft zo'n buideltje. En ze rekent zo'n beetje uit het hoofd uit wat het is. Ze zegt, nou dat is €14,10. En je voelt in je zakken. Je hebt een briefje van 20. Je legt het neer. En je hoort jezelf zeggen, nou is wel goed zo. En op dat moment besef je dat €6 een enorme fooi is op dat bedrag. En je kijkt eraan en ze bloost ook een beetje. En ze heeft van die kuiltjes in de wangen. En je staat op en je zegt, nee, het is goed zo. En je voelt een beetje kriebel in je maag. Dat je denkt, oké, ik ga weg. En je zegt, nee, het is goed zo. Het was gewoon perfect. Het is oké. En terwijl je wegloopt, bedenk je opeens dat je je fiets vergeten bent op slot te zetten. En je komt aan bij de boom en hij staat er nog gewoon. Waarom zijn dat soort terrasjes er nou niet? Als we willen, kan het, hè. Als we willen, kan het. Nederland. Fijne avond.